course I'm done. Yo mensen, fijn dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag gaan we natuurlijk de supply drop opening doen. En ja, we hebben de 125 wins gehaald. En we hebben nu 20 supply drops gekregen. We hebben nog critici staan. We hebben supply drop staan waar je 3 wapens uitkrijgt sowieso. En 20 liquid Dr. Munty Factory dingen. Of hoe dat ook heet. Ik zit in een nieuwe kamer, dat is een nieuwe omgeving. Ja, je ziet het achter mij. Hallo. En we gaan supply drops openen. Dus vinden jullie het leuker om dat zeker op de link op. Als de gaan 500 duimpjes eens proberen. 500 duimpjes halen. Zou ik dat super tof vinden. En ik zeg, we gaan die liquid definions openen. En wat hebben we? Iets waar je een extra perk kan kopen. Nog een liquid divinium en een, ja, die zag ik niet meer, te laat. En de volgende. Oh, favor hexit, ik weet niet wat dat is. Phoenix heb dat je iemand kan reviven. Een fire cell, zodat je de box voor 10 centjes kan openen. Ja, daar hebben we ook niet echt veel aan, hè. Iets met de wekker, weet ik niet. Iets van reviven en een dead machine die je kan inspannen. Maar ik wil die perkaholic. Ik wil de perkaholic. Dus de perkaholic gaan we nu krijgen. Ik zeg het je, nu gaan we die krijgen. Waarschijnlijk hadden jullie geen game sound, dus ja, ik weet niet hoe het werkt. Ai, weer fire cell. Om de 10 seconden hebben we een wapen en een dead machine. Oh, ja, Great Power vind ik wel goed, dat je een pack-a-punch wapen uit de mystery box kan halen. Die andere twee weet niet wat het is. We kunnen nog 2 keer draaien, dus nog 6 kogelballen. Dead machine inspannen, een nuke inspannen en board games. Weet niet wat dat is, maar het zal wel weer iets zijn dat ik niet weet. En de laatste, fire cell. Jezelf reviven en een dead man walken. Waarschijnlijk dat je zelf een zombie bent en dat je zelf kan rondlopen als zombie, dat de zombies jou niet zien. Oké, maar dat waren de zombie toestanden. Nu gaan we de multiplayer toestanden doen. En kijk, wacht hoor. Black Market. We hebben 1 3 of the kind. Supply drop. En Camel Bride. Dat is ja, een limited camel die je sowieso nog krijgt. En een 20-maal rare supply drop bundle. We hebben nog een daily double en we hebben nog 89 supply drops. We kregen nog duplicates. We kregen nog extra crypto keys. Dus dat zou weer heel veel supply drops zijn. Dus ik denk dat je daar sowieso een duimpje omhoog moet doen. En abonneren, dat is ook goed. Maar we gaan nu openen. Oké, we beginnen met de rare supply drops, deze wachten we, misschien krijgen we nog een nieuw wapen en dat zou wel wat zonde zijn als duplicates krijgen, maar ja, de Camel Bride houden ook voor het laatste. Ik denk dat we eerst daily double doen. Dus de eerste daily double, dus die gaan we openen. De Guns Reaper, Argus Camo, ja, dat is gewoon niks. Oh ja, die calling card, die wil ik sowieso nog hebben, dus thanks voor de calling card. Spark hebben we voor de Bressie niet echt nodig en de Dust is hier een kabel die ik al 10.000 keer heb waarschijnlijk gekregen. Dus we gaan verder naar de 20 supply drop. Oké, de eerste 20ste bundle supply drop. Dus ja, alsjeblieft, heel veel vette dingen. De Private School Seraph Body Team, de Stomp Outrider Jester en de Joust Spectre Body Team. Ja, dat is een aardig goede supply drop. Maar wij willen wapens zien. De XR2 Camo, de Light Camo, de Field Faster Camo en de Triple Treat Nomad Boss Catcher. Wat ik ook eens ga laten zien welke wapens ik nog nodig heb. Dus ik heb er al heel veel. Moet nog de M16, die wil ik sowieso krijgen. Deze, maar ik weet niet hoe het die heet, maar die hoef ik niet echt. Is wel, ja, ik wil hem wel, maar niet echt per se.
de XMC of de MCMC van Black Ops 2, die wil ik sowieso ook. De Olympia, of de Olympia, ja de Olympia, maar van Black Ops 1, die hoef ik niet echt. Is wel leuk om te hebben wel. En de rest hebben we, dus nog de Rift, die hoef ik niet. M1911 hoef ik niet. L4-6 hoef ik niet. Melee Weapons, not niet meer nodig. En de Blasted Knife hoef ik ook niet. Persoonlijk denk ik dat ik de Blasted Knife ga krijgen. De L4-6. En dat wapen dat ik niet weet daar, die Assault Rifle. Maar we zullen zien, we zullen zien. We gaan weer verder, dat was een onderbreking. Dus we gaan weer verder met de supply drops. Ja, die is de 18e supply drop. Royal 48 Dredge Camo, de Jungle Party Kuda Camo en de Praise. Ja, ik weet niet. Infrared Locust Camo, ja, weer zo'n ding, dat hoef ik niet. En de Invader Reaper Body Team. Come on, nieuwe wapens alsjeblieft. Ah, Prestige Camo voor de Argus Vert HVK 30 Camo en de Infrared BRM Camo. Nieuwe wapens, nieuwe wapens, nieuwe wapens, nieuwe wapens. Die hoef ik niet. Oh, 30 supply drops, dat is wel handig. Thanks voor de gratis ding. Oh, de Shadow Strike Razorback Long Barrel variant, de Goblin King Ruin Body Team en de Panda Battery Body Team. Dat is wel een mooie supply drop. De Swindler Gorgon Camo, de Harbinger. Ik weet het niet. Laat maar. De Ultra 9 Spectre Body Team is mooi en ja, de rest is wat kut. Go! De Much Love Camo. De Inferno BRM variant. Ja, deze is ook helemaal poep. Thanks Call of Duty. Geef mij een nieuw wapen. De Emblem, ja, hoef het niet. Weer zo'n kut ding, hoef het niet. Weer een common camo, hoef het niet. Een nieuw wapen! De VMP camo. De Hammer Calling Card en de Firebrand Razorback Camo met 10 crypto keys. Die zijn wel handig. Oh, de eentje. Oh, de laatste wapen. Oh, ja, dat was een sniper. Ik dacht dat we een double ging krijgen. De Edge Camo voor de Pharaoh en een Transgression Camo voor de SVG. Ja, dat is ook helemaal niks weer. Outrider Town. Ja, nog 5 supply drops aan de 20. Nog geen wapen. Ja, weer helemaal niks. Thanks man. Thanks boy. Ja, deze is ook helemaal niks. Ai ai ai. Ja, deze is wel goed. Die calling card, ik weet niet of ik die al had. Nog 2. De ritual camera voor de SVG. Nee, hoef ik niet. Laatste. Ja, helemaal niks. Je ziet het, we hebben nada nogal bollen gekregen uit die 20 supply drops. Dus we kunnen nog burn de 27 crypto keys. Kregen we er nog voor. Ik schrik er wel van, we hebben nog heel veel nieuwe dingen gehad dan. Mooi zo. Oké, we doen nog een supply drop van Rares. De ritual camera voor de M8. Weet je wat we doen? We kopen gewoon zo'n sixpackje. Kom, iedereen, ik krijg al Twitter soms dat de mensen de XMC krijgen uit een sixpack. Kom, een supply drops. Dus ik moet die ook krijgen. Ik moet die ook krijgen, anders is het niet eerlijk. Oké, helemaal niks. Oh, laatste wapen. Ah, helemaal niks. Laatste wapen. Helemaal niks. Die kalingkaart is wel chill. Ja, helemaal niks. Al die kut dingen. Hoef ik niet. Heart attack. Ja, nee. Nee. Was dat al de laatste? Dat was al de laatste. Die hoef ik echt dus niet te hebben. Shit. We moeten nog een nieuwe wapen zitten. Supply drops krijgen. Dat vermindert de kans dat ik op... Ja, ik wil nu liever een poepwapen krijgen. Dat vermindert de kans dat ik nog poepwapens krijg. Het zou de Tree of the Kind supply drop. Een crypto key is handig. Ja, helemaal niks, hè.
Oh, hier moet er sowieso... Ah, jongen. Dead Razor Room. Headteam is wel leuk. Laatste wapen? Nee. Poep. 63 cryptokies. Oh, dat zijn er wel heel veel. Ze kunnen nog 2 weer spliders weer openen. Misschien 3. Misschien 4. Misschien nog 4. Ah, de carver. Ja. Dat, ik zag het al, je kan het al zien. Ah, dat is een nieuw wapen, een melee wapen, maar die hoeft niet. En die had ik al. Butterfly knife. Of een blasted knife. Wat ben ik blij? Ik zei dat ik die al ging krijgen. Dus ik heb gelijk, maar ik dacht dat ik het uit de 3 of a kind splatter. Ik ben blij dat ik het nu kreeg, maar nu kan ik geen zo'n poepding meer krijgen uit zo'n wapenbraid. Dus ja. Blasted knife in the pocket. La 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 la. 28 cryptokies, nog één supply dropje. Kunnen we gaan openen? Dus we hadden eigenlijk 2 supply drops op het laatste en 2 nieuwe wapens. PlayStation maakt niet zo raar geluid. Wow. Kut PlayStation. Ja, dat zijn onze supply drops op. Weet je, we zouden nog een common op doen over de lol. Misschien kregen we nog iets. Helemaal niks waarschijnlijk. Ja, dat dacht ik. We kunnen nog burnen. Ja, 3 cryptokies. Dat wist ik. En we kunnen nog weer 1 common. Alles moet gewoon op. Ja, we hebben niks meer. Ja. Oké, maar nu is het moment van de waarheid. De Camel Bride. Ik ga niet kijken. Ik wil eigenlijk de St. Patrick's Day. Ja, de St. Patrick's Day camo hebben. Of een Valentine camo. Die moet ik nog. Dus shoot! Mooie camo. En nog een epic erbij. Maar die had ik al, of niet? Nee, die had ik niet. En nu, het ultieme moment, de 3 of a kind weapon, right. Ik ga me omdraaien, ga niet kijken, en ik wil M16 en XMC, dus, klik! Ik zie het ook niet, en hier zal het ook doen. Oké. 3, 2, 1. Waarom kreeg ik een melee weapon? Daar ging ik echt niet mee akkoord. Nee, die had ik al. Ik mocht geen melee wapen krijgen, maar ik heb wel de XMC en de HLX4. Jammer geen M16, maar kan gebeuren. XMC is chill. Is prima. En we kunnen nog gaan burnen. Dus kijk, we doen gewoon nog voor de fun. 2 common supply dropjes. Misschien krijgen we nog de M16, je weet nooit. Waarschijnlijk niet. Maar voor de lol. Hier, calling card. Hoppa, nog een pakje die ik al. Hoppa, we verder nog iets. Alles moet toch op. Ja, en we kunnen niks meer doen. Alles is op. Dus deze hebben we voltooid. We gaan echt nog wel eens kijken wat we allemaal gekregen hebben. Dus van wapens. Doe maar die KVK even weg. Dus. We hebben de XMC gekregen en de HLX4. Dus dat wil zeggen dat we alle submachine guns in deze game hebben. XMC, AK-74U, PPSH, HLX, Do-It-Yourself Renovator, HG40. Dan bij de Assault Rifles, ja, missen we M16, hebben we wel de KVK, de Galil, de LV8 Basilix, de Peacekeeper FFR, de MS Garand. We gaan even overlopen, want dit gaat de laatste Spider-Man opening zijn dat ik op deze game doe. Bij de shotguns missen we de Olympia. Maakt niet uit, maar we hebben wel een bandje gekregen. Daar ben ik wel een beetje blij mee, ik heb er lol mee getrapt. Light Machine Guns, Airship de Ajax, hebben we dus complete Light Machine Guns. Sniper Rifles, DBSR. En de RSA Interdiction, de snipers, dus heb ik ook allemaal. Ja, dan bij de marshals, bij de pistolen, de launchers, de
China Lake of de Max GL, L46 hebben we niet. En bij de, ja, wel de Rift en de M911 ook niet. Maar ja, alle melee wapens. En de Ballistic Knife. Uiteindelijk. Dus super chill. Super chill. En we hebben hier nog veel dingen gekregen, hè. Even kieken. Dat is de Dead Racer, compleet pakske. Of, ja, compleet pakske. De Goblin King. Compleet. Hoest, jongen. Compleet pakje. En hier hebben we nog eentje tekort. Echt. De game is bijna World War 2 en we hebben bijna alles. Ja, kijk. Hier hebben we nog twee dingen tekort. Twee dingen tekort. Drie dingen tekort. Twee dingen tekort. Ja, de mat. Ja, de mat dinges. Die hebben we nog niet, hoofdje. Maakt niet uit. De MMA Fighter. Goede naam. Hebben we die? We hebben wel de Panda Camo, of de Panda Body. En de, ja, de MMA compleet pakje. Bij de Seraph hebben we de Empress. Hebben we een compleet pakje? Nee. We hebben wel de Private School. Die hebben we wel. Ze, ja, die is een beetje standaard. En de Ardent. En de... Hoppa, wacht hoor, ik moet even iemand mee. Sorry als je dat hoort. Want ik zit nog in een party. Ik was net bezig met vrienden met winst te halen. Maar ja. Nog twee tekort. Hier hebben we echt veel van. De geest, de poison frog. Ja, ja. En bijna alles. Alles! Het is bijna klaar met Black Ops 3. Nog een anderhalf maandje ongeveer. En dan is het fulltime World War 2 spelen. En gegarandeerd, ik ga snel prestigen. En ik ga heel veel spelen. Kijk dan, we hebben bijna alles. Hier hebben we er ook weer twee van. Ik heb honger, ik ben net thuis ook, hè. En ja. Ik heb honger, ik heb nog niks gegeten, ik hoef nog opnemen. Dus ja, dat was de supply drop opening. Ja, we kunnen nog natuurlijk wel de calling cards doen, maar dat is niet veel bijzonders. Ja, de calling cards, dat boeit niet even. Dus we hebben zombies dingen open gedaan, supply drops, we hebben Ballistic Knife, XMC, een cut melee weapon, nog een cut melee weapon. De LVA, of hoe heet dat ding? De HLX bedoel ik. En de camo. En nog iets, maar dat weet ik niet meer. Maar ik heb echt een goed geheugen. Ja. En ja. Deze video zit erop. 500 duimpjes omhoog zou ik super chill vinden. En allemaal bedankt voor de, ja, voor de steun op YouTube. Want dit is echt heel erg over. We hebben bijna 6000. En ja, dat had ik eigenlijk nooit verwacht. Dus allemaal bedankt voor het kijken. Voor naar alle video's te kijken. En ja, binnenkort weer een nieuwe video zeg ik. En abonneren, reageren. En tot de volgende keer. Bye bye.